Ik heb een probleem, ik heb een probleem, ik heb een probleem, probleem, ik heb een probleem. Oh. Heb je een ik... probleem? Ja, ja, ik heb een probleem. En dat probleem is zo hinderlijk aan het worden in Rautoreal. Waarom lukt het fenomeen als Benzema niet om altijd als je voor de goal bent die bal tegen het net aan te schieten in plaats van de naast tegen de keeper... Zo win ik nooit. En als mijn tegenstanders kansen krijgen, dan lopen ze op de zijkant en dan koppen ze hem uit te drijven vanaf de zijkant van de 5 meter lijn in de korte hoek met een 9 van 1,70 meter. 70. En dat is niet racistisch bedoeld, want het is Fafan die je nu in beeld ziet. Dat was mijn intro van vandaag. Bedankt voor het kijken en op naar de video. Hoi. Motisch maakt 1-1. Maar deze intro staat nergens op. Ik wil het vandaag met jullie over hebben dat ik om de 5 seconden. Weet ik wat voor haar geluid maakt? Fucking hinderlijk. Maar daar gaat het niet om. Vandaag is de Rotorale. En het wordt weer zo'n casual Rotorale. Gewoon, gewoon niet zo'n episch. Episch. Epische. Epische epis, 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 epis video. Nee, een epische video. Het wordt niet zo'n epische edit video. Met interviews en shit. Waar ik voor Matties Missie tot de Wereld mag. Die clips die ik daarvoor heb. Dat wordt zo goed ontvangen. En daarna vroeg ik pas ook op Twitter van. Wat vinden jullie leuke Rotorale? Of Matties Missie tot de Wereld mag. Wat een Myplayer is voor de mensen die dat niet eens volgen. Bewijs van Want de Rotorail krijgt nog steeds altijd meer views. Ik zou jullie zeggen, de likes liegen er niet om, jongens. Jullie vinden Mattis Missies tot weer, maar gewoon epischer en leuker. Of deze video moet maar weer eens uh, een keertje 300 likes houden. want dat hebben we ook niet lang niet gehad op Rotary Rail. Dan wil ik jullie om vragen, kunnen we dat weer halen? Ondanks oh, dat het niet zo special is. Show some love for Rotary Rail. to Rail, die American accent. Ondanks oh, dat het. God, god, ik ga Rotary Rail een keer in Google Translate doen. Dus dat komt volgende keer, dan ga ik de titel doen. God, Rail en dan weet je wel, dan staat er uh, Pablo gewoon in Waarom ik dat zeg, dat ergens op. Maar vandaag wil ik het hebben over bananen. <laughs> nee, gewoon niet. Ik wil jullie trouwens nog wat mensen bedanken die echt. gewoon, gewoon altijd. Ik krijg heel vaak dan zegt David op Twitter gewoon. Komt nu bij DDG? Wie denken jullie dat is? En dan word ik achter elkaar gelinkt. Want ik. Ga jullie vertellen, ik ga niet bij DDG komen. Voor de mensen die dat denken, want David die houdt het geheim. Maar ik ga wel iets vets vertellen wat voor mij echt vet is. Binnenkort staat er wel op een groot gamekanaal in Nederland een serie van mij. Yes! Ik ben er blij mee. En ik moet nog een aantal episodes maken. Want diegene die dat kanaal beheert, wie zou dat toch zijn? Ga erover discussiëren in de comments. Um, die zei van: je moet even drie, vier episodes van tevoren opsturen. En dan upload je het één keer per week. En dan kun je een, elke week een episode maken. Maar dan hebben we tenminste een voorraadje van een paar weken. Uh, als je dat chill vindt, dan zeg ik: yo man, fucking chill. Maar ik heb één episode gemaakt voor die dinges. En die is, die is leuk. Wel leuk. En ik probeer op een leuke manier een Road to Glory, Road to Division 1 te doen. Als het ware. Gewoon een Division van Ultimate Team met grote Glory. En dan koop ik zeefuik in de spits. Weet je wel, dat het een beetje episch wordt. Maar ik ben op zoek naar, naar nieuwe, vernieuwende clips die ik kan gebruiken. Uh, ken jij een epische, oude, vertrouwde clip? Zoals die Dimitri, weet je wel, die danst. Weet je wel, die uh, zo gek gaat dansen. Of, of is het een voetbalinterview dat leuk is? Uh, zoals fucking boos, godverdomme, weet je wel. Dat... <laughs> die, die clip is zo geniaal. Maar ken je nog een andere leuke interviewclip? Gouden ding is. Dus ken jij iets leuks? Please dat het zodat ik het in die serie kan gebruiken. Als jij met een enorme goede suggestie komt die de video haalt. Je bent baas. Je bent zo'n baas. Ik, ik, dan hou ik echt van je. echt. Dan, dan show ik echt die liefde. Maar kijk, wait voor het. En nu, nu, nu komt het, hè? Waarom ik zo, zo fucking boos word eigenlijk. Die kansenvrouw die nog tegen een Ajax ziet ook, maar dat doet er niet toe. De kansen willen er niet in. Ik heb nog lang niet alle goede kansen laten zien, maar ze moeten het toch. In... In. poepspel. Maar, dan wil ik het nog heel over iets hebben. Want het is een beetje een casual praatshit, dinges. Um, waarom het scherm zwart is, zie ik ook in één keer. Maar dat is gewoon dikke YOLO. Ik zie trouwens dat ik 23.000 coins heb. En Cassius is 26.000. Dus die koop ik als eerste. En dan wordt het tijd voor, voor Balici. Balen. Gerrit Balen. Dat is eigenlijk best wel... Gerrit Balen. Dat is wel echt een coole naam. Maar daar wil ik ook niet over hebben. Want ik wil het hebben over... Morgen is de deadline van de gastrolletjes die ik wilde gaan doen ik heb vijf gasrollen denk ik nee vier zelfs maar gasrollen binnengekregen en die ga ik gewoon bespreken nu even met jullie um, maar ik ga vast een beetje de uitslag is het misschien niet ik heb ik ga ze allemaal een beetje bespreken eentje die ik binnenkrijg is van ik weet de naam niet allemaal dat is wel echt echt dom maar ik weet dat eentje is van cute spons hd uh, en die video die maakte een video. Ik ga zo even spreken. Random in de rote Die doet maakte een, een video over dat uh, hij met een Koreaans team of zo de Gouden Cup probeert te winnen. Die video was echt droog. Ik weet niet. Waarschijnlijk. Jezus, wat doe ik spastisch? Ik ben zo spastisch jong. Maar die, waarschijnlijk gaat die het worden. Dus Cute Sponsor D. Als je kijkt. Jij hebt de grote kans dat je geüpload ge wordt. Als er niks nieuws meer komt vanavond. Uh, en morgen nog overdag. Dan kom jij deze week op je filosofie. Ik hoop dat je dat leuk vindt met je video. Oké, okay. andere video's. Uh, misschien kijk je. Eén video was. Mm, mm, was ook. Het was allemaal leuk. Ik vond echt. Uh, ik had gezegd maak hem random. En ik vond ze allemaal wel leuk random. Maar uh, de manier van editen was, was minder bij die andere. Volgens mij was er ook maar één iemand met de facecam. En die heeft die. Dat was die gast die ik goedkeurde. Was, was, was echt goed gedaan trouwens. Uh, maar heel veel mensen. Eentje die had een video alsof. Die echt... Uh, alsof je in de magnetron stond die aanstond. En dan dat geluid dat hij maakte. En toen een video aan het kijken. Was die magnetron sound hoor je. Eentje had niet helemaal goed zijn muziek muziek en een eentje was niet goed verstaanbaar of zo. Weet ik. ik vond gewoon queens pawn said ja jij ja, weet gewoon. Ik, ik bespreek dit gewoon heel random in, in de video. Maar Balatelle doet een achterwaartse salto, maar uiteindelijk win ik deze wedstrijd wel. Yes, bam. Bananen zijn lekker, 23 schoten, tegen 7, maar ik win hem. Yes, waarom die kansen zo veel mis? Ik moet misschien beter op doel schieten, want ja, als je er maar 10 op doel schiet... Ja, kijk, niet geschoten is altijd mis, zou ik zeggen. Maar als je ook niet, niet op doel geschoten is, is wel ook altijd mis. Mijn praatsessie ding is... Kijk, Alaba, ik, ik zie denk ik keer Alaba in mijn beeld. En doe ik weer spassies tegen dat draad van mijn headset aan. Alaba is duur, volgens mij nog steeds. Ik weet niet hoe duur, die is maar echt duur voor een 81 ja, rated speler. Maar waarom is hij 81 rated? Alaba is zo'n zieke back. Die hoort gewoon 83 te zijn. Gewoon minimaal. Dus, ik weet dat EA backs, backs, De links en rechts bags, niet zo hoog maakt. Heel snel. Uh, Laam is dan de hoogste, maar die is in het echt nu natuurlijk van middenveldetje. Echt respect voor die kerel. Die heeft een vorm van 89 overal. Holy GG, motherfucking fuck. Maar in ieder geval, dat is echt top topic. Want dit is Roto Bayern. Nee, dit is Roto Bayern niet. Daarom. Benzema maakt de twee. Thanks for watching, want deze episode zit erop. Vond je dit leuk? Laat een like achter. Please, als je nog een gouden clip weet, suggest hem even beneden. Link op gewoon. Volgens mij kun je gewoon in de comments nu links zetten. Van, je weet wel, gewoon nog iets leuks wat ik in een random video kan krijgen voor op een serie op een groot kanaal. Bedankt voor het kijken. Mijn stem is fucked up. Doei. Karim!